Terwijl vele mensen nu denken van, nou, zo lekker naar bed, nog even een bakje thee, en dan gaan we naar boven. Heb ik net mijn spullen gepakt en ga ik naar de nachtdienst. Nou, het is 9:15 en dan is het moment dat iedereen vanaf de woning zijn nachtmap gaat brengen naar de nachtdienst. Daarin staat van alles wat er overdag is gebeurd, speciale dingen die met de cliënt aan de hand zijn. Daar moet de nachtdienst natuurlijk van op de hoogte zijn. Een korte overdracht, dat gebeurt onder andere hier zo. En hier zit Giselle. Hallo! En wat komen ze bij jou doen? Ik ben aan het wachten tot ze met de map komen om over te dragen. Okay. En dan weten we hoe en wat op de woning en wie er allemaal aanwezig zijn. Ja, of er nog speciale dingen overdag zijn gebeurd. Precies, de bijzonderheden. Dus, nou, zo heeft iedereen woning een eigen kantoortje, waar ze dan soms ook in de rij staan. Omdat het bij dat kantoortje wel heel erg druk is. Kijk, daar komt Bert aan. Hallo, wat een toeval. Bert komt ook zijn nachtmap brengen. Wat voor bijzonderheden vertellen jullie dan allemaal? Nou, vertellen in ieder geval hoeveel cliënten er in huis zijn. En of er bijzonderheden zijn. Nou, meestal is er geen bijzonderheden. Maar als er wel wat is, zoals ziekte of wat dan ook, kun je in ieder geval overdragen. En dat is heel erg fijn. Tot aan 10:30 duurt de dienst meestal. Het is hier een af en aan met auto's. Kijk, Maartje gaat ook naar huis. Dienst zit erop. Lekker gewerkt, Maartje. Ja hoor. Oké, fijne avond. En hier hebben we nog een ruimte waar de nachtdienst verblijft. En daar zit Giselle Kelly nu achter. Wat ben je aan het doen, Giselle? Ik luister op het moment de buitenhuis af. Twee schermen waarop we uitluisteren. We luisteren naar of je bijzonderheden hoort, of je gekkere dingen hoort. En daarbij kijken we natuurlijk naar de camerabeelden of we daar iets geks op zien. En als er wat is, gaan we daarheen of roepen we een collega op. Oké, want hoeveel cliënten ben je dan aan het uitluisteren op dit moment? Volgens mij rond de 260, 280 cliënten ongeveer. Netjes. En Kelly, jij? Volgens mij rond de 200. Okay. Ik heb ook nog cliënten die gewoon kunnen bellen als er iets is waar we dan heen gaan. Moet je daar altijd heen dan, als je wat hoort? Dat hangt van het gedrag van wat je hoort, of wat de afspraak is, of dat iemand al lang wakker is. Dus dat moet je een beetje inschatten. Grote verantwoordelijkheid dus. Nou, de eerste ronde gaat van start. Bepakt en bezakt met een portofoon, een bos sleutels, een fiets en natuurlijk een zaklamp. Gaan we eerst een rondje lopen, fietsen. Heel stilletjes lopen de collega's door de woningen heen om bij de cliënten even binnen te kijken. En daar waar nodig is hulp te bieden. Het is wel grappig, ze zijn nu bij een cliënt naar binnen. Ik heb vroeger ook gewoond in deze galerij. Toen kon je als personeel ook hier een appartement huren. Ze zeggen dan maar kant op. Ik dacht, ik ga mooi naar binnen, maar we moeten door de regen. Heel fijn. Zo, Pascal is ook even wakker geworden. Hé, hey, Pascal. Nee. Ga nog niet eruit, ga nog even lekker slapen. Wel trist, hè? Ja. Giselle, wat doet die foto van Bo hier? Oh, die is hier op Sherpa geweest. Met 5 Days Inside is die op 2 woningen geweest, een paar dagen. Om te ervaren hoe het is om in de gehandicaptenzorg te werken. Ja, vond je het leuk? Hij vond het heel leuk. Het heeft heel veel indruk op hem gemaakt. Dus even op uitzending gemist. Nou, terwijl zij hard aan het werk zijn, ga ik hier wat even op ze wachten. Hoi. Willeke die is lekker even op het waterbed gaan liggen en die is in slaap gesukkeld. Dus we gaan haar eens even toedekken. Dan kan zij even een tukkie doen, dan doen wij onze ronde en gaan we haar weer wakker maken. Tot zo! Ons rondje is gedaan. We gaan de schone slaapzender even wakker maken. Goedemorgen! Hoi! Je lekker geslapen? Ja, heel eventjes. Oh ja? Een dik uurtje hoor. Ik kom nu weer helpen. Zwaar hè, die nachtdienst? Oh, het is wel heftig hoor. Goedemorgen allemaal. Sinds kort hebben wij een mooie snelheidsmeter op het terrein gekregen. Met een noodoproep moeten wij natuurlijk wel snel aanwezig kunnen zijn. Dus we gaan eens even kijken hoe hard de dames kunnen fietsen. Daar komen ze aan hoor. Kijk, ze is gaan. 28 km per uur. Best prima, dacht ik. Terwijl wij terugfietsen van ons laatste bezoekje aan de cliënt, worden de nachtmappen al opgehaald en is de overdracht al in het servicegebouw. We gaan deze mensen allemaal een goedemorgen wensen en weten dat wij dan lekker naar bed mogen. Dat is altijd het lekkerste van de nachtdienst. Naar huis fietsen en al die moeie gezichten zien die allemaal eigenlijk in bed willen blijven liggen. Dat ga ik lekker doen. Voordat ik ga slapen moet ik nog wel even zeggen dat jullie moeten abonneren op ons Sherpa YouTube kanaal. Zodat jullie mij en mijn collega's kunnen volgen tijdens het vloggen bij Sherpa. Tot de volgende vlog. Welterusten.